Schweiz. En we maken jullie een beetje. Filmen gaat hem niet worden volgens mij. Ik heb eten. Je hebt wel veel spelletjes. Oké, het is bijna 10 uur en we hebben nog steeds de film niet aan te praten. Rolkoffers, rolkoffers. Smakelijk eten. Kost me moeite om mijn camera stil te houden. Moet je kijken, zo zielig. Baywatch. Wat zijn de meiden, meneer? Ziet er gezellig uit hier. Dit heb ik wel eens geschilderd.
Vamos ver se eu tenho. You have a single IELTS today? Wow! Zijn die vingers in? Nee. Ja, doet een beetje de beste of niet? Ja. Dat is wel gelukt, man. Die slaap ik. Eigen wc, eigen douche. Goedemorgen. 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 Zijn we nou aan het doen de afwas? Ja. Goed zo. Hoi, ik ruik de paté al. Ja, wel hè. Hey, goedemorgen jongen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. En wat gaan jullie vandaag doen? Via Ferrata. Via Ferrata. Dat wordt leuk. Nou, Mila, heb je een lekker warm pak gekregen? Dit heb je nou een tonnetje om je spullen in te doen? Nee. Ja, hebben jullie lekker gewandeld? Was het afzien? Nou, laatst. Ben je nou al terug? Ja, ik kan niet meer. Waarom zijn jullie teruggekomen? Ja, omdat het gewoon omdat we gedaan hebben. Ik ging naar boven, ik denk dat de tering uit lopen, pak je de bus. Kon je de busje niet naar boven duwen? Kon je de busje niet naar boven duwen? Wat was er nou aan de hand? We konden niet verder. Want? Sneeuw. Sneeuw. Heb je gefilmd? Nee. Jammer. Wat was er nou, Lars? Het sneeuwde heel hard. Sneeuwde heel hard. Lag er ook sneeuw dan? Ja, het gewicht van Lars veroorzaakte een lawine. Het is helemaal weg. Lawines. Maar jullie hadden toch sneeuwschoenen bij? Ja. Maar de bus kwam niet meer verder. De bus had geen sneeuwschoenen bij. Ja. Wat ga je doen? Laat ze niet vallen. Tweede poging, jongens. Ja. Nou, sneeuwkettingen bij. Regenjas, licht, drinken en eten. Ja. Ja. En voor degenen die regenbroek hebben, is lekker. Ja, jullie hebben er zin in, hè? Ja. Woehoe! Woehoe! Past niet, ik denk zo. Pas je erin? Waar is baasje? Waar is jouw baasje? Hé. Hey. Ja, begin maar te roeien. Zo ziet niemand dat je niet in het water ligt. Waar het stil staat, aan de zijkant, dat gebruiken we om aan de kant te komen om iedereen weer bij elkaar te helpen. Hoe werkt het mij aan? Zie je dat?
open aan de zijkant. Kijk, met deze kant kan ik gewoon een goede slag. Zou ik ernaar met dezelfde kant, ja, schep je minder water. Aaien. En zo kun je eigenlijk rustig gaan bellen. De basis van het hele kajakken, om straks hier dus op de rivier te kunnen varen. Ja, dat kan. Je zit ook heel dicht aan de kant, hè? Niet zo moeilijk kijken, Mila. Probeer maar recht naar mij toe te varen. Recht naar mij toe, ja. Ja, en als je dan juist, ja, heel goed. Ook het duurt net rustig. Dat kan.
elkaar al die pedals? Nee, jij? Ik niet. Dan laat ik jou doen. Een filmpje. Dat is wel een paar lawines naar beneden gekomen toch. Daar gaan we morgen in zitten. Kijk wat een naald aan die baard is. De lucht is hier veel gezonder. Die bergen zijn hier. IJsbeer. Ik zou nog kijken of het bord te lezen. Hij is heel lekker hoor. Worstjes koel. Ik maak het. Hollandse kost. Jupilair. Ja, dat kan. Zit de hond er al in, ja.
Ik doe mijn rugzak nog even af hoor. Hij vindt het wel gezellig. Normaal zit hij hier alleen in. Zin in. Ja, als het zonnetje zo erdoor komt wel hoor. Goed ding. Lekker teun. Ja, dat heb ik ook. Hoi meneer, het aapje in de boom. Oh wacht, dit is filmen. Koude voeten. Ja. Oké. Dat is goed komen. En dan gaan we weer. Ik wist niet dat jij zo'n surpiet was, Iris. Ik wist niet dat jij zo'n surpiet was. Ja. Oh, oké. Volgens mij heb jij je gewoon niet warm genoeg aangekleed. Ja. Maar dat jij het koud hebt. Ja, omdat het stil staat. Hoor. Thank you.
Hoe gaat die, Iris? Hoe gaat die? Moest je Max een beetje moed inspreken? Koud. Zo is het. Nou, Salma, vind je ervan? Het wordt een sneeuwstorm. Zelfs die hond zit helemaal onder de sneeuw. Wat vind je er nou van? Even doorzetten. Dat gaat lukken. Fleur staat ook besteld. Je kunt het. Ja, Fleur stopt steeds. Maar eigenlijk kun je beter iets rustiger tempo lopen en dan doorlopen. Ja, dat gaat goed ook. Nou ben je al zo ver gekomen. Laatste stukje nog even doorzetten. Loop maar, want anders wordt het gat te groot. Fleur, de kijkers thuis willen drama zien. Is het een drama? Ja. Wil ik wat afzien, Niels? Ja, valt wel mee. Oké. Max? Jo. Trek het nog? Jo. Gaat goed. En Iris? Ja. Je krijgt af en toe een prik in je rug met die stok van Max of niet? Nee, het valt wel mee. Okay. Alleen mijn oren zijn. En Teun? Het is fantastisch, echt. Het begin is heel kut. Maar daarna komt heel goed. Let op je woorden, dit wordt uitgezonden. Het begin is heel irritant, maar daarna wordt het steeds beter. Het wordt steeds leuker. Nee, ik ben echt liever. Jij bent ook nog niet moe? Ja. Ja, jij bent slim, jij gaat gewoon achter de gids. Af en toe achter op zijn sneeuwschoenen gaan staan. Maar hij gaat het goed bekeken. Wat zei je? Hij kruipt lekker weg. Ja. Hij is wel slim, die jongen. Hé, hey, Faga. Hé. Hey. Al lekker weetje. Hij is helemaal wit uitgeslagen. Sardientjes. Kijk eens. Hé. Hey. Ruikt ook zo lekker. Moet je erin? Ja, nee, daar liggen ze. We zijn er. Ja, ik denk eens komt er nog een rekening van de stok. Ik ga ze even halen. Jezus, boze vriendje van het werk. Je hebt het gered. Ja.
Goed gedaan. Het is wel heel koud hier. Ja, het is ook dat je eigenlijk warm van warm kleedt. De kant van de kuit gaat door. Daar is het van belang dat je precies in het spoor loopt wat ik voorloop. Ik ga zo langs het randje. Niet één stapje naar buiten naar links, niet één stapje naar buiten naar rechts. Je kunt best gaan lopen, Fleur. En dan rustig aan. Zorg dat je recht overeind. Zorg dat hij op de been blijft. Waar zijn jullie nou over aan het praten? Over het avondeten. Over het avondeten. We moeten nog daar naartoe, hè? Ja, ik wou zeggen, dat duurt nog 4 uur, hè? Over 4 uur gaan we eten. Maar zo lang lopen? Zo is nu 3 uur dan.
sneeuw eten. Ja? Heeft u wel verdiend? Dit dingetje. Ja. Ja, ik heb. Hij heeft geen rugzak bij me, allemaal lekkere dingen, hè? Komt hij? Nee. Ja, water. Was op één. Ja. Broek zien, man. Grijs. Helemaal. Picknicken. Ja. Loop nou een beetje op je telefoon te kijken. Oh, hier nog zo een. Even een berichtje naar huis dat je het gehaald hebt. Hey, Robert. Feige. Hey, Feige. Feige. Hij is niet echt onder de indruk. Nee, geen zin. Maak jij iedere dag het eten klaar? Ja, de derde dag! En wat eten we nou eigenlijk dan? Nassi! Nassi. Dat is niet wat er op de berg gezegd werd tegen ons. Het mes is bot of jij kan niet snijden? Ik denk dat het mes dicht is. Ja, het gaat lukken. Ik heb dit nog niet meer, man. Wat hebben jullie? Nassi! Oh, lekker. Ja, jij bent een schrok op, jongen. Van wie heb je dat geleerd zo snel eten? Ik weet het wel. Ze lopen bij jullie in de tuin, met z'n tweeën. Ja, daarom? Waar heb jij een mooi pak aan? Heb je kloppen? Nee. Wie wil met overroepen? En wil iemand aanwijzen die... Meneer de doek staat al op, dus klaar. Je moet natuurlijk even vastleggen, hè? Zeker. En dat doe je thuis volgens mij nooit. Hé, het was mijn baan. Oh, je baan. Bij de haard. Baan. Bij de haard. Ja. Oh, je bent er super goed in. En jij doet het voor het eerst, denk ik, of niet? Nou ja, eerst denk ik. Oké. Smorgens altijd de tafel dekt. Ja. Oh, wel even. Goed, dames en heren. Goedemorgen, allemaal.
Dankjewel. Iedereen zit met een telefoontje zo. Oh, die heb ik al weggelegd. Die heb ik al weggelegd, hoor die. Maar heb je even uitgeprobeerd of je erin past? Ja, dus je moet hem op maat stellen. Zo. Ga je doen, Max? En dan? Ja. Oh, leuk. Hey. Zou je dat niet omslaat, hè? Ik beloof niks. Wat is dat ding daar waar recht voor is? Ja, hij zit heel goed, Amber. Iemand die Nee, hij lijkt te klein. Hij lijkt klein. Ja, als je hem zo zet, zit hij beter in. Jouw maat hebben ze niet zeker langs. Nee. Dacht ik al. Ja. Hoe is het met je hoogtevrees, Lars? Nee. Nee, vind ik niet gek. Je staat net 1,5 meter boven de grond. Kijk eens even, Mitchell, want volgens mij pas jij daar niet in door, jongen. Dat heb je in ieder geval gered, hè? Gaat ie goed, Amber? Gaat ie goed, Lars? Lars? Gaat hij goed? Hij vindt het spannend volgens mij. Ik zie iets. Hey. Godverdomme. Wat zeg je nou? Godverdomme. Godverdomme, waarom zeg je dat? Nou. We gaan zo meteen wel een minuut stilte houden voor de lunch, hoor. Even een minuut stilte voor het eten. Ja, voor de lunch. Maar waarom vloek je? Het is best zwaar, hoor. Alles bij elkaar, want je moet ook de hele tijd geconcentreerd zijn. Ja, dat is wel fucking wel. Dat gaan we gewoon zien. Ik wil dat ik aan meekletsen. Ja, je moet het zelfs wel gewoon verpast.
Het is fijn. Als je hier bent, mag je eten, lach! Oh, en roept hij daar. Mitchell, je denkt, ik heb het nogal warm. Hè? Ik vind het waait af nou. Waar is je jas gebleven? Rechtsaf! Je had ook naar Barcelona kunnen gaan. Luc! Hé, hey, kom je. Kom! Rekelijk, ik gof die zin om mijn kop, hè? Ja, je weet het wel, ja. Je hebt toch een helm op? Oké, okay, jongens, Lars is er, we gaan weer. Ja. Als ik niet ga eten, dan kom je. Lars, hier moet je ook vast blijven, hè? Dat snap je wel, hè? Ik ga hem hier op geen enkel moment losmaken, hoor. Oké. Kubies opschuiven. Mijn chips zo weghalen. Ik denk, als ik daar van een touw val en ik hang daar een half uur voordat ze me komen halen, dan kan ik nog wel eten. Nou, Lars. Eet ook, hè. Lars, hoe vond je het? Ja, wel leuk. Of hoe? Hoe vind je het? Niks rustig bestuurd. Maar het was spannend. En ook, een stijl. En ik ben iets te dik. Nee, dat is wel leuk. Wat is dat, Lars? Jouw lunchpakket? Hetzelfde als op school. Ik heb mijn brood erop. Oh. Ook tot het hoofdgerecht. Zijn we er allemaal nog? Mentaal niet. Stefan? Ja, oké. Okay. Oh, hij gaat uitdelen, kijk nou, joh. Lars? Nou. Wat denk je, Lars? Die kinderen in dat dorp, die moeten iedere dag zo naar school, hè? Hier langs. Gaat ie goed? Ja, zeker. Kijk Dirk, daar gaan we straks omhoog. Kijk hem gaan dan. En dat op die leeftijd, hè. Volgens mij staat dat er ook op. Hij wordt helemaal wild. Zo. 360. Hey Dirk, even kijken, hè. Dat is hier niet meer. Stien! Hoe zit het nou, Lars, al die praatjes van jou? Zijn er allemaal zenuwen? Allemaal oud. Ja. Stien! Je hebt zeker wel spijt dat je mee bent gegaan, of niet? Je had ook lekker thuis kunnen blijven. Nee, ik moet wel mee. Ja, dat dacht ik al. Ik zei, schiet eens op met je Vibram zolen.
Lukt het? Oh, rosse knuffel aan. Hij lag gewoon met zijn gezicht in die ding aan. Ze zeggen ook makkelijke kleren aan, want ik ga aan het spijkerbroek. Wat is er, Mitchell? Ben je aan het afzien? Hoezo? Hoezo dan? De knieën? De klotsen ga je iedere keer meteen die rotsen aan, zeker? Ja. Zit er wel eens? Ja. Hoe was het je nu, meneer? Hoe was het je? Vind je wel een mooi uitzicht? Ja, we zitten best hoog nou, hè. Hoe gaat die, Mitchell? Nu even een klein slagje. Hij ligt plat op zijn buik op de rots. Waar lag jij allemaal, Stefan? Ja, ik moet bezig zien, joh. Ja, nou moet ik, dan zit er die ding uit, ja. Hè. Hou je vast, joh. Heb je al naar beneden gekeken, Stefan, of niet? Ja, dat heb ik ook gedaan. Dat is diep, hè? Ja, dat is diep, ja. Best pijn, denk ik, als je naar beneden doet. Hé, hey, jij ligt ook wel plat op je buik op die rotsband. Dat is lekker rotje. Ik zak op dat plaatje. Ja, ik doe dat gewoon zo. Hier, kijk. Oh, ik ben klaar. Niks aan de hand. Dit is een heel stuk niet. Oké, dan kan ik jou weer opnemen. Laat ze maar komen, godverdomme. Oké, dit is een filmpje, even gek doen. Hé, hey, hebben jullie het toch maar gedaan, hè? Even een applaus voor jezelf. Waar heb je mee de stieren? Niks, jongen, ik heb er al heel veel mee. Nou, ga erbij dan. Ga erbij. Er moet er nog één bij, volgens mij. Is hij lief? Kijk, ik heb een vier wil. Staat mevrouw Goder hier ook een keer op? Tijdens de activiteit. Heb je dat wel eens eerder gedaan, Bas? Ja, om de restjes op te eten, of niet? Ja, hoor. En je hebt al wel gedoucht, toch, hè? Je hebt al wel gedoucht, hè? Ja, ja. Dan moet je vieze handen allemaal aan dat eten van mij? Nee, dat is goed. Is zo. Je hebt ook wat tegen de Weer die kachel aan proberen te maken. Ik zeg, Gijs, jongen. Hier kunnen we vanavond niet eten. Afdrogen. Jij staat weer met je handen in je zakken. Ik heb net een speciaal van meneer. Ja, je zit altijd met belachelijk. Dat zeg ik niet. Is het zo? Ik heb gewoon een slechte indruk van jou. Onterecht. Dat mag ik Sjoske zeggen, dat mag ik dan. Nou, jullie zijn ver klaar, zie ik wel. Goed gedaan. Jullie willen allemaal op een schone wc, of niet? Ja. Ja, maar dan is hij ook extra goed schoon. Kom je net binnen bij het doelpunt, of niet? Dat doe ik wel. Hij ziet er wel heel braaf uit. Echt een schatje. Ja, ja. Ja, dat ook weer. Mag ik dat ook zo draaien? Ja! Nee, dat is niet.
Suske! Wat bent u fanatiek, meneer? Goedemorgen. La Via Bel. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, Dirk is ook al wakker. Oh my god, hij is warm. Beter dan taai, toch? En wie doet de afwas weer? De werkpaarden en luxe paarden. Ik ga mezelf opknopen. Eindelijk! Ik dacht dat ik het nooit ging zeggen. Maar we hebben een hele hoop touw nodig voor mij, dus ja. Ja, dat moet wat gewicht houden, hè. Mooi uitzichtje daar op een kerkje. Daar, hè? Met een kerk daar ook. Ik probeer uit beeld te lopen, maar hij acht dagen in totaal. Nee, of zoiets. Ik kijk niet. Ik kijk niet. En anders, als we Chimbe zijn, gaan we weer. Stam! Ja, klopt. Ik heb het ontvangen. Even rust. Duurt even. Twee. 1, 2, 3, 4. Ja. Knap ingewikkeld, toch? Oké. En als je aan het zekeren bent, probeer je ook kort te halen. Nee. Niet hangen. Het is stom, wij zijn vaak niet pakken. Kom op, gebruik die spleet. Zet je voet erin. Ja, of op de schuine stuk. Gebruik die spleet. Ja, daar komt er van als je zo'n tijd niet meedoet met de gymles. Dan lukt het allemaal niet meer. Kijk, nou maar, jij moet hem een beetje boos maken. Ja, zie je wel? Lekker! Oh. Kijk. Mag je daar niet dingen van? Goed, strak al hier. Nou, klim naar boven, jongen. Je bent aan het filmen nou, hè? Dan moet je even goed je best doen. Niet mee knieën. Hier had ik meer van verwacht, Stefan. Met je lange armen. Ja, ze proberen naar boven te klimmen. Meneer, hoe lang gaat het duren? Zoals gezegd dat hij zo boven is, dus we gaan het meemaken. Dat is een kloppen, hè? Je gaat hard, hè?
Je gaat keihard naar boven. Ja, kijk eens. Hey, kijken dan. Op punt zei je dat ik had meneer. 3-0. Laatst nou heb je even geoefend. Nieuwe mogen, hè, want ik film. 1, 2, hop. Hop, naar boven nou. Kom op. Hij doet er als een wolf, steek in de muur als hij in de muur loopt. Ja, maar ik weet niet hoe het is. Nou, minder zou eten, dan zou het misschien wel lukken. Ja, op, dit gaat goed komen. Kom op, ga door nou, doorzetten. Zet door, twee handen in die greep daar. Twee handen links hier. Ja, en trek je op, trek je op. Trek je op. Goed zo, goed zo. Hè. Pak één hand door. Hop, ja. Zo, ja. Van hangen naar steunen. Ja, zo is dat. We moeten hem even prikkelen. Hé, hey, Lars, als ik nou zo film... Als ik nou zo film, lijkt het net of je plat op je buik op je rots ligt. Op de grond. Ja, oh ja, dit is ook zo. Oké. Maar niet zeggen. Kut. Hé, Lars, let op je woorden. Ja. Ja. Laat die boom staan, hè. Viel wel mee, toch? Ja, hé, weet je. Kan wel in het filmpje, dat weet ik niet. Stefan, naar boven! Ja. Goed, je had het wel losgezet. Hey, Stefan, ben je omgelopen? Ja, daar. Kom maar dan. Ging het goed, Stefan? Ja, ik heb de tweede keer dat ik ging klimmen, ik zo naar boven, maar... Nee, dat klimde. Moet niet. Wat kijk je allemaal lelijk, Dirk? Dirk is lelijk. Wat kijk je allemaal lelijk? Dirk is lelijk. Ja, goed gedaan. Lukt het, meneer Antes? Weet je hoe... Ja. Ja, maar wel een beetje op spagaat dan natuurlijk. Yes. Kom op, ik film Lars. Zo hè. Komt de helikopter al aan om jou van de rots af te halen? Ik denk niet dat ze dat niet redden met één helikopter. Of is de Chinook? Een motivatie hebben we. Ja, ja, ja. Je bent er bijna, Stefan. Ja. Pak je hand daar links vast. Ga eens even op die haardkamer, man. Dan niet. Stefan, daar moet je langs. Hier. Meer nog. Ja, ja, ja. Oh, wacht. Jij bent daar begonnen, man. Ja, klapdrol. Ja, klapdrol. Kijk, nee, dat heet coaching, hè? Toch? Ja, ik coach je niet. Mag je mooi zelf doen. Toch, Stefan? Hou je kop stil, want dan film ik even dat de Sim en Ron op staan. Ja, dat haal je wel. Strek uit de been. Ja. Kijk, we hebben Joske is aan het werk gezet met zijn haardcamera. Zullen wij het speel mee eens overnemen? Julian gaat naar boven. En Lars, ja, Lars had ook wel nuttig te doen ofzo. Ondertussen is Julian weer een flink end weg. Toch wel? Ja, het is een zielig. Joske, kijk, ik moet een beetje doorwerken. Kijk, ik loop achter hoor. Ja, poink, poink hier. Ik zie hem gewoon bungelen dan, poink. Kijk, Julian die gaat als een aapje naar boven hoor.
Dit is een Joske in zijn natuurlijke habitat. Touw zit dus je benen uit. Dit is een Joske in zijn natuurlijke... Door de week is het een... Hele gewone man. Door de week... In de weekenden staat hij in de Alpen te zekeren. Door de week is hij een doodnormale LO-docent. Maar in het weekend zekert hij kleine jongetjes op een bergje in de Alpen. Je moet er wel in, hè. In een strak broekje. Als een aapje naar boven, hè, Sjoske. Hij legt thuis ook zo'n rotse dingen eruit. Hij is losgebroken. Sjoske is losgebroken. Hij klimt, hij rent voor zijn leven. Wat vind jij van Julian? Ik vind het zo, dat is Sjoske boven. Ja, dus beter lopen door, Sjoske. Hallo, lekker lusje. Doei. Welkom bij mijn eerste vlog van het Steven. Kijk, daar is Sjoske. Sjoske komt van de berg af hier zo. Lars staat het te zekeren. Dit is Lars. Lars is die dikke hier zo. Toch Lars, jij bent dikke. Ik ben dik. En dan hebben we hier Julian. Julian en ik zijn goede vrienden. Julian heeft mee. Nee, en ik niet. Ik ga een beetje buiten. Ik zie wel. Brechtje, mooi brechtje. Kijk, ik zal even naar de rest van de gang lopen. Ik ben onderweg. Ik ben aan het vloggen, jongens. Hé, hey, wil jullie niet in mijn vlog? Zo'n fucking leuke vlog is dit, of niet? Oh ja, ik zal het recht houden. Had iemand jou toestemming gegeven om de camera te zien? Ja, ik ben aan het vloggen, meneer. Wilt u ook in de vlog? Kijk, dit is mijn vlog. Dit is Sjoske Anders in mijn vlog. Fucking grap, hè? Je hebt hem geschreven. Ja, dat is een beetje voor de coole effects. Kijk, ja, dat lijkt me bijna net zo groot als jij. Oh, nou, dit was het einde van de vlog. Ik heb het goede werk door proberen te zetten, maar het is niet gelukt. Hallo allemaal, welkom bij de derde vlog. Kijk, hier gaan we nou alleen maar vloggen hoe Sjoske aan het falen is. Ik wil jou hier wel zo de boel zien. Nou ja, ik wacht me eigenlijk niet aan. Nou, Sjoske, het duurt wel een beetje lang ondertussen. Ik ben al drie keer naar beneden gedonderd. Ja. Kijk, daar gaat hij hoor. En dat is bier. Steven is zo leuk. Sjoske bakt er helemaal niks van. Ja, de batterij al veranderd. Waar ben je, Janice? Ja, naar boven. Oh, daar is Janice, wacht. Steven, hij zit erop. Janice heeft het gehaald, hij zal je naar beneden aan het gaan. Amber laat hem naar beneden. Oh, Sjoske, is dat lukken? Oh, daar gaan we, Sjoske. Even een spektakel, hè? Stel, hè, we hangen Lars nou aan een koord. En we trekken hem omhoog. Wat hebben we dan? Een vacht aan het spitten. Nee, een spektakel. Kijk, Sjoske is er wel bijna. Het lukt hem wel. Dit gat hier in. Ja, is dat bekend gat? Dit is Sjoske die smoesjes aan het verzinnen is voor zijn langzame tempo. Sjoske bakt er namelijk helemaal niks van. Sjoske bakt er namelijk helemaal niks van. Oh, is dat slow motion en neemt hij geen geluid op? Slow motion? Stefan, waarom begin je nou niet te klimmen? Waarom ik niet begin te klimmen? Ja, ik heb heel erg een paar voeten. Ik heb mijn voet gebroken, denk ik. Ja. En nu? Klinkt als een smoesje. Nee, ja. Ik ben niet echt gemaakt. Weer volgende meneer, u bent beter klimmen dan ik. Jij heeft het op camera staan, ja. U bent een betere klimmer dan ik. Ja, denk ik wel. Wat vind je er nou eigenlijk van, Lars? Ik vind het wel leuk. Ja? Maar ik vind die leuker misschien wel. Leuker dan klimmen? Ja, ik denk dat ik. Ja, alleen gaat het niet zo snel met Stefan, hè? Dat is wel Stefan jammer. Stefan heeft weinig doen, ja. Dat is zo fucking. Naar de camera. Dat is ook leuk. Oh, oké. Goed zo. Heel laat afstappen. Eerst zakken, ja. Goed zo.
bezig, Max. Kijk nou. Goed bezig. Blijf niet afdrukken, want dat is een rustel. Goed bezig, jullie. Titanic, of niet? Als wij maar niet de als de Titanic onder water gaan. We staan af te wachten. Laat, heb je nou een souvenir meegenomen? Ja. Ik ga even afvegen, hoor. Ja, dat is wel een beetje.